In deze opname wil ik de efficiëntie van een Carnot-cyclus gaan berekenen. Nou, die formule is in principe algemeen bekend. Het is namelijk gelijk aan 1 min de temperatuur van het reservoir waar het cyclus warmte aan afstaat, gedeeld door de temperatuur van het reservoir waar de cyclus warmte van heeft opgenomen. Oftewel, voor een Carnot-cyclus geldt dat de efficiëntie eta gelijk is aan 1 min TL gedeeld door TH. En nogmaals, TL is de temperatuur van het reservoir waar warmte aan wordt weggegeven en TH is de temperatuur van het reservoir waar warmte van wordt opgenomen door de cyclus. Nou, het is een heel erg belangrijke formule, deze van Carnot, want er is een stelling die zegt dat het onmogelijk is om beter warmte op te nemen om te zetten in arbeid dan een Carnot-cyclus dat doet. Het kan niet efficiënter dan dit getalletje hier en bovendien is het kleiner dan 1. Oftewel, blijkbaar is het natuurkundig onmogelijk om warmte op te nemen van de omgeving en die 100% om te zetten in arbeid, want er kan niet 100% uitkomen, het is altijd kleiner dan. En hoe goed jij ook jouw cyclus maakt, of nou een motor is met tandwielen of een stukje elektriciteit of iets met gassen of mij heeft een biologisch proces of twee sterrencellen die op elkaar botsen, het is onmogelijk om beter dan dit warmte om te zetten in arbeid. Dat is de stelling van Carnot. Nou, ik ga niet bewijzen in deze opname, maar ik zeg wel dit. Het is een direct gevolg van het tweede hoofdwet van de energieleer, van de thermodynamica. Nou, ik wil nog gaan berekenen dat het echt deze formule is. En om dat te doen, pak ik gewoon een bepaalde cyclus en die laat ik een Carnot doorlopen. En dan ga ik gewoon kijken of dat daadwerkelijk deze efficiëntie oplevert. En de cyclus die ik ga bekijken is eentje van een ideaal gas. Nou, waarom per se een ideaal gas? Omdat het makkelijk rekent, heel simpel als dat. Nu is het natuurlijk zo dat als ik het uitgerekend voor ideaal gas, dan vind ik inderdaad zometeen in deze formule. Maar wie zegt dan dat dat dan ook waar is voor elk ander systeem? Een biologisch systeem, een elektrisch systeem, botsende sterrenstelsels? Nou, het antwoord is een andere stelling van Carnot die ik niet ga bewijzen in deze opname. En dat is dat welk proces je ook bekijkt, zolang het maar een Carnot-proces is, zul je altijd dezelfde efficiëntie terugvinden. Dus dat geeft mij vrijheid. Ik bedoel, als toch voor elk Carnot-proces dezelfde efficiëntie eruit komt, ga het dan uitrekenen met een makkelijk proces. Ja, als je het ervoor niet hebt bewezen, heb je het blijkbaar voor allemaal tegelijkertijd bewezen. Nou, een makkelijker proces dan een ideaal gas is bijna niet denkbaar, want het voldoet aan heel makkelijke formules en die ga ik even opschrijven. Een ideaal gas heeft een druk en een volume en als je die met elkaar vermenigvuldigt, dan is dat evenredig aan de temperatuur van het gas. En die evenredigheid heeft te maken met de ideale gasconstante R en het aantal mol. Maar dat is niet zo belangrijk voor ons sommetje. Er is een tweede kenmerkende eigenschap van een ideaal gas. En dat is dat als jij zijn temperatuur wil weten, dan heb je genoeg aan zijn energie en omgekeerd. De energie van een ideaal gas hangt alleen van de temperatuur af. Nou, dat is niet in het algemeen waar voor andere gassen of voor andere natuurkundige systemen. Bijna nooit hangt de energie van een systeem alleen maar af van één van de grootheden van het systeem, zoals temperatuur. Meestal hangt het af van en de druk, en het volume, en de dit, en de dat, en de zus, en de zo, en ook de temperatuur. Niet voor ideaal gas. Voor ideaal gas geldt, hangt alleen van de temperatuur af. En dat is cruciaal in wat er zo meteen komen gaat. Nou, nog even iets zeggen over waar dit vandaan komt. Nou, je kan het ten eerste kunnen meten, zoals het historisch gegaan. Boyle en Gay-Lussac hebben bewezen dat dit waar is door gewoon heel goed experimenten te doen. Maar je kan het ook bewijzen door aan te nemen dat gassen bestaan uit botsende deeltjes. Dan statistische mechanica op uit te oefenen. En dan vind je netjes deze als met een wiskundig, rigoureus bewijs terug. Nou, wij gaan er gewoon vanuit dat ze waar zijn. Dus dit zijn de formules waar we het mee gaan doen. We gaan het gas even definiëren. Het proces waar het gas doorheen gaat, heeft een druk en een volume en doorloopt dan een paar stadia en tikt dan 4 punten aan. Punt 1, punt 2, punt 3 en punt 4. En dan gaan we nu de kenmerkende eigenschappen, de definiërende eigenschappen van een Carnot-cyclus erin praten. Ten eerste, in die eerste stap, hier zo, van 1 naar 2, dat noem ik proces A, geldt per definitie van een Carnot-cyclus dat het adiabatisch is. Dus dat het gas op dat moment geen enkel contact mag hebben met de buitenwereld om daarmee dan via de nulde hoofdwet van de energieleer energie mee uit te wisselen. Het mag alleen maar via arbeid gebeuren. En je ziet meteen in deze stap betekent dat blijkbaar dat de arbeid ingegaan is. Want kijk, het volume ging omlaag. In de praktijk, hoe doe je dat? Nou ja, je hebt je ideale gas in een of andere container, een zuiger of zo, zit een deksel op en je duwt gewoon het deksel naar beneden. Dan ben je arbeid aan het uitoefenen, WA, gaat het volume van omlaag.
Die zuigen moet op dat moment wel geïsoleerd zijn. Want per definitie van een Carnot-proces mag hier op dit moment, in dit stukje van het proces, mag er geen warmteuitwisseling met de omgeving zijn. Dus geïsoleerd. Oké, daarmee ben ik van daar naar daar gegaan. Overigens kan ik daarmee ook de derde stap van het Carnot-proces meteen even opschrijven. Van 3 naar 4 geldt per definitie dat het weer geïsoleerd is, het gas. Maar geen nulde hoofdwet uitoefenen met de omgeving. En je ziet dat er alleen maar arbeid uitgekomen is. Noem je het proces C. Dus arbeid noem ik WC. En waarom het er naar buiten komt? Nou, omdat de deksel blijkbaar zichzelf teruggeduwd heeft. Hè? Het volume is groter geworden. Dus gas heeft blijkbaar arbeid op de omgeving uitgeoefend. Daarmee processen A en C heb ik gekenmerkt. Komt nu proces B. Dat is van punt 2 naar punt 3. En van punt 2 naar punt 3 loopt deze lijn. En per definitie van een Carnot-proces moet die lijn zodanig zijn dat de temperatuur tijdens dat stukje proces, proces B, constant blijft. Nou, even kijken wat er gebeurt. Je ziet ten eerste dat het volume groter wordt. Dus dat betekent dat het gas zichzelf tegen de zuiger heeft zitten terugduwen. Oftewel, het gas heeft arbeid uitgeoefend op de omgeving. Er komt arbeid uit, WB. Maar omdat er dan energie kwijt is en je toch dezelfde temperatuur wil behouden, weet je dat er dus ook warmte naar binnen is gegaan. En die gaan we QH noemen. De warmte opgenomen van de omgeving. Dit bij elkaar is isotherm, per definitie van een Carnot-proces. Laatste stap, dat noemen we proces D. Proces D is per definitie van een Carnot-proces is een proces ook weer dat de temperatuur constant blijft. Je ziet dat er nu het volume kleiner gemaakt wordt. Dus dat betekent dat je er arbeid ingestopt hebt. WD, je zit net op dat gas heb je zitten duwen. En om de temperatuur gelijk te blijven, heeft u dus ook een beetje warmte moeten wegdoen. Je hebt de joules ingestopt door erop te duwen, maar de temperatuur is hetzelfde gebleven. Dan is er ook warmte naar buiten gegaan. Dat is QL, noem ik die. Nou, dit allemaal bij elkaar, dat zijn de vier stappen die per definitie waar zijn voor een Carnot-proces. Dit definieert een Carnot-proces. Nou, ik heb er in principe nog niks ingestopt wat het ideaal gas betreft. Maar toch een beetje. De vorm van deze lijntjes geldt voor ideaal gas. Hoe zie je dat bijvoorbeeld? Nou, in proces B van 2 naar 3 is de temperatuur constant. Definitie van een Carnot-cyclus. En dan zegt de ideale gaswet dat deze hele rechterzijde constant is, oftewel dat P en V op dat moment omgekeerd evenredig met elkaar zijn. Dus dan moet de grafiek worden dus een hyperbolachtig ding. Dat is dus deze vorm die ik daar heb getekend. En op dezelfde manier van 4 naar 1 is ook constante temperatuur, is dus ook een hyperbol. Dus mijn ideale gas zit hem erin in de vorm van de lijntjes van 2 naar 3 en van 4 naar 1. Oké. Nou, dan kunnen we op dit hele verhaal kunnen wij nu gaan uitrekenen wat de efficiëntie is. Efficiëntie per definitie is gelijk aan de netto arbeid gedeeld door de hoeveelheid warmte die je erin hebt gestopt. Hoeveel warmte die erin ging is QH. Dat staat daar. Netto arbeid is wat er in totaal uit die machine is gekomen, uit die cyclus, uit het gas in dit geval. Om hiermee verder te gaan rekenen, moeten we even de eerste hoofdwet gebruiken. Dat doe ik hier beneden. Want die eerste hoofdwet die vertelt ons namelijk op welke manier al die weetjes hier en al die warmtes Q aan elkaar vastzitten. De eerste hoofdwet zegt DU is gelijk aan de hoeveelheid arbeid die erin hebt gestopt plus de hoeveelheid warmte die je erin hebt gestopt, dW en dQ. En in dit geval komt daar hartstikke nul uit voor het hele proces. Waarom? Nou ja, je bent bij 1 begonnen, naar 2, naar 3, naar 4 en terug naar 1. Je hebt één keer een cyclus doorlopen, dus netto is het net alsof er niks gebeurd is. Alsof je helemaal nul energieverandering hebt doorgemaakt. Dus voor het hele proces bij elkaar geldt dat hier nul uitkomt. Die dW's en die dQ's, ja, die kun je gewoon aflezen. Nou komt er even een notatiekwestie. Hoe geef je namelijk aan in die sommetjes met een bepaalde hoeveelheid warmte of met arbeid of die warmte erbij is gekomen of er vanaf is gegaan? Het hangt een beetje van de schrijver van het boek af of van de docent of van degene op een filmpje die het uitlegt. De ene persoon zegt nee, ik geef het aan dat als het naar buiten is gegaan, de arbeid met een pijltje omhoog, zoals WW, of als je het erin hebt gestopt, een pijltje omlaag. Dat is een manier om het naar binnen of naar buiten gaan te kenmerken. Een andere spreker die zou misschien zeggen, nee, ik laat toe dat WB
en WA en al die Q's en al die W's, dat het zelf positief of negatief getallen kunnen zijn. Hè? Dat negatief betekent het kwam eruit en positief betekent het ging erin. Dat kan ook. En er is een derde mogelijkheid en die ga ik hier gebruiken. En dat is de volgende notatie. Ik spreek met mezelf af dat alle W'tjes en alle Q's altijd positieve getallen zijn. En het erin gaan van het gas of het eruit gaan, geef ik aan door zelf met de hand te plussen en de min op de juiste plek te zetten. Dat mag. Als je dat consistent doet, komt het allemaal goed. En dat is de notatie die ik ga kiezen. Dat ga ik hier nu meteen doen. Ten eerste wil ik even van de... Ik wou de D'tjes even vanaf, maar ik laat ze nog even staan. Komt zo dadelijk wel. Ik ga het meteen even invullen. De hoeveelheid arbeid die eruit is gekomen. Dat wil ik, want dat gaan we zo meteen daar nodig hebben. Hoeveel arbeid die eruit is gekomen. Gewoon even tellen. De arbeid die eruit kwam, dat was WB. Die komt dus nu met een plusteken. Ik zal er een D'tje voor zetten. Per afspraak. Dit is een positief getal. Hij kwam naar buiten. Daarom heb ik een plus erbij gezet. De WC kwam er ook uit. Hij gaat ook met een plusteken. WC. De WA ging erin. Dus dat is met een minteken. En de WD ging er ook in. Dus dat is ook met een minteken. En hiermee heb ik in totaal de arbeid opgeschreven. Komt nu de Q nog. De hoeveelheid warmte die er in totaal inging. En de hoeveelheid warmte die erin ging, ja, dat is QH. Oh, pardon. Ik had hiervan gemaakt hoeveel eruit kwam. Moet ik even netjes blijven. Wat eruit kwam is plus QL. Met een D'tje ervoor. QL. En dan hebben we min QH, want dat ging er juist in. En dit is allemaal bij elkaar gelijk aan 0. Eerste hoofdwet van de energieleer. En dat is mooi dat we die regel kunnen gebruiken, want die hele regel die hier staat, met al die weetjes, dat is precies die netto arbeid die hier staat. Hier staat namelijk hoeveel arbeid eruit kwam, WB en WC, minus wat je erin moet stoppen, A en D. Dus die hele eerste regel is gewoon wat je netto aan arbeid eruit hebt gekregen. En volgens de eerste hoofdwet is dat gelijk aan DQH min DQL. Dus die eerste hoofdwet die daar nu staat, kan ik hier nu invullen. Die hele W netto is gewoon gelijk aan DQH is dat, min DQL en in zijn geheel gedeeld door QH. Dat heb ik nou gebruikt. Nou, dus straks zei ik al, ik ga die D'tjes weghalen. Dat ga ik op dit punt ga ik dat nu even doen. Ik ben niet aan het smokkelen, dit mag gewoon. Ik heb hier een regel gevonden voor oneindige kleine hoeveelheidjes warmte en arbeid. En als ik de eindige hoeveelheden wil doen, hoef ik alleen maar de boel even te integreren. Dan vallen hier alle D'tjes weg. Hier zo. En dan hoef ik ze hier ook niet op te schrijven. Dat is geen smokkelen, het is gewoon integreren. En dan ben ik nu echt duidelijk een stap verder. Met behulp van die eerste hoofd die daar staat, kan ik dit allemaal schrijven als 1 min QL. Filter QH. Dat is de efficiëntie. Die gaan we dadelijk nodig hebben, dus daarom zet ik er even een grote blauwe box omheen, dat we die zo meteen makkelijk kunnen terugvinden. Overigens, ik heb deze afleiding nu gedaan voor dit specifieke proces, dat je de efficiëntie in definitie altijd kan schrijven als zo'n ding met een QL en een QH, maar dat is in het algemeen waar. Niet alleen voor dit ideale gas en niet alleen voor Carnot. Dat het altijd waar is, is vrij makkelijk, omdat ik alleen maar gebruik heb gemaakt van de eerste hoofdwet. En de eerste hoofdwet is nou eenmaal voor elk proces waar. Dus wat ik daaruit haal is dus ook voor elk proces waar. Dus dit is niet specifiek voor een Carnot of voor een ideaal gas. Is gewoon altijd waar. Maar goed, nu hebben we het even bewezen. Nou, nu zijn we al bijna op de plek waar we zijn willen. Want we wilden namelijk laten zien dat deze efficiëntie eruit kwam. En hij lijkt er al op. Het is in beide gevallen één min een quotient van twee dingen. Het enige wat ik nog even moet gaan doen is een uitdrukking vinden voor QL en een uitdrukking vinden voor QH. Als ik dat gevonden heb, kan ik ze daarin invullen en dan even checken of daar inderdaad deze formule van daarboven uitkomt. En dat gaan we nu meteen doen. We gaan even naar proces B kijken. Want proces B, hier zo, proces B is namelijk precies degene die ons QH gaat geven. Proces B is degene waar QH mee gemoeid is. Nou, voor proces B, dat deelproces, kunnen we de eerste hoofdwet erop schrijven, DU. Is gelijk aan de hoeveelheid arbeid die eruit kwam. Dat is DWB. Ja, plus hoeveelheid warmte die eruit kwam. Dat is dus met een mingetal, omdat die niet eruit kwam, maar erin moest. Dat is die DQH.
Eerste hoofdwet voor proces B. Hier komt 0 uit. Dit is gewoon gelijk aan 0. Het is even belangrijk om te realiseren waarom dat waar is. Net had ik ook al een eerste hoofd opgeschreven en gezegd, daar komt totaal 0 uit. Maar dat was omdat ik toen de hele cyclus bekeek. Helemaal van begin naar eind. En dat ik toen zei, ja, één keer rondlopen is alsof je niks gedaan hebt, dus DU is 0. Maar hier loop ik niet helemaal rond. Ik ga van 2 naar 3, hè? Proces B. Dus waarom is dit dan toch 0? Nou, dat heeft met deze uitspraak te maken waarvan ik al zei dat die belangrijk ging worden, cruciaal zelfs. Voor een ideaal gas geldt dat de energie alleen maar afhangt van de temperatuur. Dat is gewoon een kenmerk van een ideaal gas. En een kenmerk van een Carnot-cyclus, van dat proces B, is dat isotherm gebeurde. Dat alles bij dezelfde temperatuur bleef in proces B. Maar als alles bij dezelfde temperatuur blijft, dan zegt deze regel, nou, dan is de energie dus ook niet veranderd. Met andere woorden, de DU is dus gewoon inderdaad 0. En dat is hartstikke mooi, want dat betekent dat voor proces B geldt dat die QH, met een D'tje ervoor, want we zijn nog oneindig klein bezig, gelijk is aan DWB. En dat is hartstikke mooi, want als we nu QH zelf willen weten, niet DQH, maar QH zelf, dan moeten we gewoon even integreren. Dan integreer je dus DWB en een WB, een arbeid, kun je altijd schrijven als min PDV. Deze. En welk integraal moet je dan hebben? Nou ja, van 2 naar 3, hè? Van punt 2 naar punt 3. Nou, deze integraal kunnen we makkelijk uitvoeren op dit moment. Want we zijn met een ideaal gas bezig. En voor ideale gassen geldt dat P vastzit aan V. Dus we kunnen deze hele P schrijven als iets met een V. En dan kun je gewoon de integraal gaan doen. Ga ik meteen erachter schrijven. Min integraal van 2 naar 3. Ideale gaswet zegt dat die P geschreven kan worden als nRT gedeeld door VdV. Hier staat integraal omgeschreven met behulp van de eerste, met behulp van de ideale gaswet. Die T hoeven we ons geen zorgen over te maken, die is hartstikke constant. Waarom? Per definitie van de Carnot-cyclus. Hier was een constante temperatuur. Hoe heet die temperatuur? We gaan hem TH noemen. De temperatuur van het reservoir waar de warmte van opgenomen is. Dus hier komt het TH'tje achter. En het is allemaal hartstikke constant. Nou, dan haal je over nRTH. 1 grote V integreren geef je een logaritme van V. En dan moet je even invullen op de twee eindpunten. V3 gedeeld door V2. Hier staat hij. Dat is onze uitdrukking voor de opgenomen hoeveelheid warmte uit het warme reservoir. Kunnen we nog iets mooier maken zelfs. Want met diezelfde ideale gaswet, bij constante temperatuur staat het P en V omgekeerd evenredig met elkaar zijn. Dus dat betekent dat in plaats van een logaritme van 2 V's, kun je ook een logaritme van 2 P's ervan maken. Dan wordt het P2 gedeeld door P3. En dan staat hij dan. En dan hebben we nu precies de uitdrukking voor QH gevonden. En die ga ik hier opschrijven, want het is handig om die ergens apart paraat te gaan houden. De QH die we nu hebben gevonden, de opgenomen hoeveelheid warmte uit het warme reservoir is gelijk aan min nR, temperatuur van het warme reservoir, logaritme van het quotient van de twee drukken, P2 en P3. En ook hier ga ik even een blauwe box omheen zetten, zodat we hem makkelijk kunnen terugvinden zo dadelijk. Dan moet ik even een check doen met mezelf. Deze berekening is allemaal hartstikke goed gegaan. Alleen waren afgesproken in mijn notatie dat alle Q en alle W moeten altijd positieve getallen zijn. Ik had het erin of eruit gaan, had ik gekenmerkt door zelf met de hand mintekens overal te plaatsen. En ik moet even checken of dit inderdaad wel een positief getal is. Zo niet, dan moet ik zelf met de hand even het minteken goed doen. Dus dat moet ik even gaan doen. P2, zie ik hier, is een hogere waarde dan P3. Dus ik ben hier logaritme van aan het nemen van een getal groter dan 1. Dat levert mij een positief getal op, met die min erbij wordt samen negatief. Dat is dus niet goed. Dat klopt niet met mijn eigen conventie van hoe ik de Q's heb gedefinieerd. Dus ik praat dat gewoon met de hand goed door hier een plus van te maken. Ik smokkel niet. Ik heb gekozen om al die dingen allemaal een positieve waarde toe te kennen. En toen had ik gezegd, dan moet ik zelf met de hand ervoor zorgen dat de minnetjes, of het eruit ging of erin ging, dat ik dat met de hand goed doe. Dat is precies wat ik nu aan het doen ben. Voor mensen die denken, dit klinkt als smokkelarij, kan ik ook zeggen, ik had ook kunnen kiezen om de Q en de W niet met de hand met mintekens te doen, maar gewoon de natuur zelf te laten bepalen, de berekening zelf te laten bepalen
of ze min of plus zijn, dan was dit er ook uitgekomen. Ja? Dus hoe je dat doet, je gaat dit als antwoord vinden. Hiermee hebben wij QH berekend. Dus die hebben wij nu nog even die QL berekenen. Oftewel moeten wij het proces D gaan kijken. QL. Ja, kunnen we dezelfde trucendoos weer open trekken. We schrijven de eerste hoofdwet op voor proces D. Dus dat is deze plus deze. En net als bij proces B geldt dat bij proces D de temperatuur constant blijft per definitie van een Carnot-cyclus. En dan zegt ideale gaswet, de kenmerk van ideaal gas, dat dan ook de energie gelijk is gebleven. Dus in heel proces D is de energie niet veranderd. En dan krijgen we exact dezelfde rekenerij als net. Dat dan blijkbaar geldt dat DQL gelijk is aan DWD. De integraalvorm, hè, dus als je alles netjes uitintegreert, dan staat daar dus de integraal van min p dv. De integraal loopt in dit geval van 4 naar 1. 4 naar 1. P geldt volgens de ideale gaswet met t constant, want dat gebeurt hier namelijk. Bij d was t constant. Is dat dit weer gelijk is aan nr t gedeeld door v dv van 4 naar 1. Ik ben gewoon eigenlijk dezelfde berekening als net aan het doen. Ja, dus kan ik wel verder voortzetten. Is allemaal niet zo moeilijk. De T wordt in dit geval TL. Hè, want dat is de temperatuur waar de warmte naartoe gaat. Ik kan hem verder voortzetten. Ik kan ook meteen het antwoord opschrijven. Dat komt namelijk uit. Exact hetzelfde als wat er bij proces B ook al uitkwam. Namelijk NR maal de temperatuur. In dit geval de temperatuur voor het lage reservoir. Keer de logaritme van het quotient van de drukken. In dit geval wordt het druk P3. Dat is fout. P1 gedeeld door P4. En als laatste check moet ik even kijken of, of dit wel inderdaad samen een positief getal oplevert. Want zo had ik het met mezelf afgesproken. Dat altijd iets positiefs uit moest komen. En het antwoord is gelukkig ja. Want P1 is een hogere druk dan P4. En dan vind je dit als QL, dat het allemaal inderdaad netjes positief is, zoals ik volgens mijn eigen notatie had moeten doen. Maar dan zijn we waar we zijn willen. Want we hebben nu QL gevonden en we hebben QH gevonden. En dan kunnen we het invullen in deze, gewoon alle blauwe boxen met elkaar verzamelen. En dat gaan we hier doen. Dan staat de efficiëntie is 1 min QL boven. Dat is NRTL maal de logaritme van P1, P4. Deze, gedeeld door QH, die hadden we ook hier gevonden. Dat is NRTH, logaritme P2, P3. Deze. En dan zie je al dat er een paar dingen gaan wegvallen. De NR'tjes, die vallen tegen elkaar weg. Dat is natuurlijk geen wonder. NR'tjes zijn typisch kenmerken van de ideale gaswet. Oftewel, dan zou de uitkomst alleen maar gelden voor ideale gassen als ze niet zouden wegvallen. En dat mag niet, want we hadden al gezien, dit moet voor elk proces waar zijn, ook voor niet-ideale gassen. Dus het is logisch dat die NR'tjes weg gaan vallen. Nou, dat zien we hier ook precies gebeuren. Nou, zijn we er bijna. Er staat al TL gedeeld door TH, wat hier ook moet gaan komen te staan. Alleen die logaritmes die vallen niet netjes tegen elkaar weg. Hier is dan namelijk een logaritme van P1, P4. En hier is dat de logaritme van P2, P3. En toch vallen die tegen elkaar weg. En waarom? Ja, dat kun je eigenlijk heel makkelijk al zien. Kijk maar even bij P2. Dat is deze hier. Die ligt op 1 en dezelfde lijn als de druk bij 1. Dat is gewoon een horizontale lijn die ertussen zit. Dus in plaats van P2 mag ik ook P1 schrijven. Staat hier P1. En hier zie je dat bij P3 dat dezelfde druk is als P4. Er is ook een horizontale lijn tussen. Dus in plaats van P3 mag ik hier ook P4 schrijven. En dan zie je in één keer dat hier gewoon dezelfde logaritme staat. P1 gedeeld door P4 als dat er beneden ook staat. Dus ook die vallen nu tegen elkaar weg. En wat je dan overhaalt, eta is 1 min TL gedeeld door TH. En die vind ik zo belangrijk dat ik er nu een rode box omheen ga zetten. Want deze moesten wij bewijzen. Nou, nu lijkt het weer een beetje alsof ik gesmokkeld heb. Want ik heb nu gezegd van ja, maar P2 is hetzelfde als P1 en P3 is hetzelfde als P4. Maar dat komt omdat ik dat
diagram op het begin zo getekend had. Wie zegt dat het diagram niet zo liep? Dat P2 iets hoger lag dan P1 bijvoorbeeld. Ja, wie zegt dat dit een horizontale lijn moest zijn? Nou, dat is ook heel erg makkelijk om daar een uitspraak over te doen. Dit hier, van 1 naar 2 en van 3 naar 4, waren adiabatische processen. En adiabatisch betekent dat er geen uitwisseling met de omgeving was ten gevolge van de nulde hoofdwet van de energieleer. En Joule had in zijn experimenten, de zwakke vorm van de eerste hoofdwet van de energieleer, is dat het niet uitmaakt op welk manier je arbeid verricht. Je gaat altijd exact dezelfde hoeveelheid arbeid nodig hebben om een bepaald proces door te maken. Ongeacht hoe je het doet. Zolang je maar zorgt dat de nulde hoofdwet geen rol speelt. Nou, dat is hier het geval. Met andere woorden, ik had gewoon vrijheid om te kiezen om daar een rechte lijn van te maken. Want het maakt toch niet uit. Dat is wat die zwakke vorm van de eerste hoofdwet ons vertelt. Nou, daar heb ik nu handig gebruik van gemaakt om hier wat dingen tegen elkaar te laten wegvallen. En dan vind je uiteindelijk inderdaad precies deze formule terug die we moesten bewijzen. Nou, om dat verhaal even helemaal af te maken. We hebben nu bewezen voor een Carnot-cyclus met een ideaal gas erin. Maar aangezien deze efficiëntie waar is voor elke Carnot-cyclus, is dit ook meteen de uitdrukking voor elk ander Carnot-proces in de natuur. En aangezien dit de allerbeste manier is om joules op te nemen door warmte en om te zetten in arbeid, kan het dus niet beter dan dit. En dat hebben we nu helemaal bewezen.